Hello everyone, I'm back. Al een tijdje geleden, het probleem was, ik moest alles terug opnieuw doen. Maar hier zijn we dan terug, in part 7 van Bullet Witch. Ik ben Dylan, de sober gamer. En let's do this. Vorige keer waren we een beetje verdwaald en dat gaan we nu oplossen. Want volgens mij is dit de juiste weg. Hopla. We're back in the game. Focus all good. Ah, dat is brein nummer 3. Bam. Oei, nog één aan te vinden. Nogmaals excuseer voor mijn campus. Dialect. Ik zal proberen zoveel mogelijk te ondertitelen via de YouTube. Klik onderaan op ondertiteling. Uit. En ik heb weer geen idee waar ik naartoe moet. Dit spel zal echt veel handiger zijn met een kaart die ik niet heb. Hier ben ik al geweest, voor de 100ste keer, maar we zullen nog maar eens kijken dat er hier meer te beleven valt, maar ik betwijfel het. Over de omheining. Nee, you wish. Aha! We found it, finally! Die hersenen die laten me eigenlijk denken aan... noemt die nu weer die show op Cartoon Network met die een beer? Evil con carne of zoiets? You remember? En eindelijk, we hebben het. We finally got it.
Let's do this. Hela. Hopelijk een checkpoint. Blijkbaar als je eraan bent en je saved, je zet je console af, dan moet je alles terug opnieuw doen. Dat was het probleem bij mij. Ik dacht checkpoint dat het wel gesaved zou zijn. Maar de realiteit is helaas anders. Oh. Ik dacht dat jullie mijn vrienden waren. Bam. Red wall. Let's go over here. Yippee! Filmpje. Ben benieuwd. Shit. Dit voorspelt niets goed, eerlijk gezegd. Weak spot somewhere. Yes, see. But they may have a weak spot somewhere. Oké. Hoe moet ik daar nou weer gaan vinden? Oh, daar waarschijnlijk. Ja, dat is juist. Oké, dit was easy peasy. The easiest boss fight ever. Hola. En wat nu? It disappears! What the hell? Ah, hier. Hello, my friend. Het spel is donker, ik zie geen... Ik zie niets. Door de donkere steeg. Hello, my friend. Checkpoint. Checkpoint. Wow. Schiet die met mijn bazooka. Oh, weer zo'n giant. Jesus. Ah, deze heeft een geweer.
Jullie zijn mijn vrienden. Witch versus Giants. Yeah. Heksen tegen de reuzen. Klinkt als een goed sprookjesverhaal. Maar een heks met een geweer en een reus met een geweer. Niet voor Disney volgens mij. Nieuwe heksenactiefilm. And we got him. Yes. Right. Waarschijnlijk ligt er iets in de weg en moet ik dat wegdoen. Maar ik zie niet direct wat. Hier zie ik leven. En een fucking tank. Taste fear as your soul burns away. Allee, weer zo'n giant. Welkom bij Hex en de Drie Reuzen, het nieuwe verhaal. Van de gebroeders Grimm. Nummer 3, check. Binnenkort in de winkel. Beschikbaar in de winkel. De heks en de drie reuzen. Checkpoint! Checkpoint, checkpoint, tankie tankie op de grond, tankie tankie van de grond, tankie tankie een plafie plaf. Weg met tankie! Oh.
Auw. Back to the storyline. It's here. Oh shit. It seems to have absorbed in our souls. This fire is stronger than it. What is that? Oh my god. What the hell? Ik weet niet waar mijn turn. Jesus. Lightning? You must run. Fuck. Silence. Have you forgotten that our goal is to destroy them all? You can't defeat it as you are now. Nou, dit sprookje wordt maar erger en erger. De heks, de drie reuzen en het slangenmonster. Dat ik totaal niet weet hoe ik het moet verslagen. How do I beat you? Eerst die slangen uitschakelen. What the hell? I died. Fuck. Oké, mijn tijd zit erop voor deze aflevering. Ik denk dat de volgende aflevering waarschijnlijk alleen het vechten zal zijn tegen dit slangenmonster. Want ik denk dat dat het einde van de chapter is. Ik ben niet zeker. Dat zullen we zien in de volgende aflevering van Bullet Witch. Tot dan. Yeah. Oké, grapje, je moest eigenlijk gewoon naar die deur gaan. I'm so stupid. Dus hier het einde van de chapter. Alsjeblieft. Voor de geïnteresseerden, je moest gewoon een beetje op die witte spookjes knallen. En dan moest je naar deze uitweg gaan. Dus, nu is het einde van aflevering 7. Tot de volgende. Cheers. Goodbye.